Five Nights at Freddy's Security Breach. Vandaag is het weer zover. Het is tijd voor drama. Ik heb eerder Five Nights at Freddy's gespeeld. Was een hel. Maar er is dus een nieuwe uitgekomen die volledig 3D is. En ik ben behoorlijk hyped. Zullen we meteen op play klikken? Nieuw game. Oh. Deze game bevat jumpscares. Ik ben niet bang, want ik ben pro. Ladies and gentlemen, boys and girls. Fazbear Entertainment would like you to put your hands together. Oh god. Five Nights at Freddy's Security Breach. Yo, dit is nu al totaal anders. What the hell? Yo, dit ziet er zo goed uit. Kijk, daar hebben ze dan hoor. Maar dit is zo leuk gemaakt, man. Iedereen ziet er zo goed uit. Freddy! Ik moet toegeven, als je alleen de eerste hebt gespeeld, is dit in één keer een totaal ander iets. Chica! Ik hou van haar. Ik ben verliefd op haar. Oh my god, dit ziet er zo goed uit. Yo, Freddy bro. Maatje. Ik ben heel erg benieuwd waar deze game naartoe gaat. En willen jullie trouwens vaker Five Nights at Freddy's Security Breach? Druk op het duimpje omhoog, abonneer en zeg in de reacties, geef ons meer. Oké, we hebben hier Roxanne. We hebben hier Chica. Fazbear Freddy. Oh, had hij nou een error? Alert, oh god. Volgens mij heeft... Oh, Freddy is neergevallen. Bruh. Starting up. Ah, oké, safe mode. Waarom nou weer safe mode? Ik heb zoveel vragen. Eindelijk kan ik deze Five Nights at Freddy's spelen waar ik super lang op heb gewacht. Hallo? Oh! Showtime already. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Dit ziet er zo goed uit! Kan ik bewegen? Yo, ik kan gewoon bewegen. Wacht even, zijn wij Freddy? Down here. Down where? I still do not see you. Ik hoor een kind. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. Oh, kijk hoe cute die is. That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe place. Druk op E om Freddy te verlaten. Yo, laten we dat eventjes doen. Yo! There you are. Oh god, we worden gescand. Scanning complete. How odd. Your guest profile is unknown to me. Okay, so you ken me niet. Hoe ken je me niet? I'm Gregory. Wij zijn Gregory? Yo, wat een leuke naam, joh. I will notify the main office. Laat ik trouwens even de ondertiteling aandoen. I cannot connect to the main network. Oh, kun je niet connecten? She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Dit is zo dood. Who is looking for you? Wie is me aan het zoeken? Mijn moeder? Wat? I hear footsteps. Oh. Oké, look out window. Oké, laat even kijken, laat even gluren. Wie... That is the security guard. Security guard? Yo, dat is de beveiliger. No, yo, no, maatje. Don't trust her. Why not? Wij vertrouwen haar blijkbaar dus niet. She's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. We hebben zo te zien een horloge gekregen van Freddy. Oké, laten we die even aannemen. Yo, het is in een cadeautje. Kunnen we die pakken? Yo, je gaat niks doen, hè, Freddy. Ik schenk je. Ik ga je in elkaar slaan. Oké, laten we het cadeautje pakken. Oké, die hebben we nu. Oké, zulke dingen vind ik niks. Oh, Fazwatch. Yo, we kunnen je gewoon vertrouwen. I'm sending you an encoded message. Druk op tap om te openen. Ik weet trouwens niet wat er met de muren gebeurt. Laten we even de horloge openen. Hello, Gregory. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall. Oké, er is een knopje op de muur dat een deur opent. I will make it accessible to you now. Oh, dankjewel, Freddy, joh. Oké, free Freddy. Oké, we moeten dus Freddy, blijkbaar moeten we hem bevrijden. Dus dat, laten we dat eventjes gaan doen. Kan ik je vertrouwen, maatje? Oké, laten we de deur even openen. Druk op het knopje. Yes. En de deur is geopend. Don Gregory. There is an open air vent inside the maintenance room. Oké. You will have to climb through the ventilation system. Dat komt goed. And release me from the outside. Ik ga je bevrijden. Ik zal... Oh, hij zwaait. Oh, hey. Pretty dark ik zal je bevrijden, there. Jongens. There is het is wel donker. To be scared of. You can do it. Oké, we kunnen hier zo het zien opslaan. Dus laten we even opslaan. We kunnen weer verder. Maar we moeten dus door een schaft heen. Want wij moeten namelijk Freddy bevrijden. Yo, wat is dit? Hallo? Is dit een lamp? Dit is wel cute, hoor. Is hier ergens een schaft? Ik zie niet veel. Het is echt pittig donker, maar ik kan dit. Want ik ben een goede game. Oh, hier moeten we gewoon naartoe. Oh! Pro gamer hero! Oké, laten we hier opspringen. We moeten door de schaft heen. Want wij moeten natuurlijk Freddy eventjes bevrijden. En ik heb trouwens nog niks van deze game gezien. Want deze is net... Is vannacht uitgekomen en mijn tijd is nu om te shine. Oeh, Roxy. Your hair is beautiful. Your tail is beautiful.
Everyone was watching you. Praat je nou over jezelf? Loves you. Everyone wants to be you. Iedereen wil je zijn, Roxy. You are the best. Thank you. I am the best. Ben je de beste? Weet je wat, Roxy? Ik loop een beetje door, hoor. Het is een beetje maf, die ego van je. Moet je even aanwerken. Oké, maar ik ben heel erg benieuwd wat de aspecten is van deze game. En Five Nights at Freddy's is meestal alleen een security room. En nu is het gewoon volledig 3D. Ik hoor allemaal enge geluiden. Hallo? Gebeurt hier wat? We kunnen hier nog even kijken. Is dit... Ah! Chica! Hey, Chica is daar gewoon gitaar aan het spelen. Ik hou van haar. Ik ben verliefd op haar. Maak tekeningen van mij en Chica, oké? Okay? Maar niet te smerig. Raak ongemakkelijk van. Oh, en daar zijn we dan. Oh, zoveel tekst. Ladies and gentlemen, thank you for visiting. And we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week. Oké, ja, Freddy en zo zijn moe. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing okay. a small liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Dankjewel. Nee, ik gun jou een goede avond. We hebben hier Chica. Kijk haar, zie haar lekker feesten. Oké, maar waar moeten we Freddy vinden? Freddy? Hallo? Geen handtekeningen, wat? Hey Freddy, jongen. Hey yo, kan ik je bevrijden? Hoe gaan we hem bevrijden? Volgens mij moest dat aan deze kant. Oké, laten we dat even doen. Oké, en we openen de deur. Oh, daar hebben we een fotopas voor nodig. We're going to need a photopass to open the door. Apologies, I assumed you had one already. Well, you should be able to find one at a convenience counter. Oké, we moeten dus ergens naartoe. Vind een Freddy fotopas. Oké, dat gaat me lukken. Het eerste wat ik trouwens hier zie is een tasje. Laten we het tasje openen. Wat zit erin? Laat het goed zijn. We hebben een klacht gekregen van een klant. Wij betaalden voor de Glam Freddy Mega Deluxe Party. En Freddy ging kapot. We betaalden namelijk voor hem dat hij bij onze tafel komt en van hartelijk gefeliciteerd ging zingen. Hij zou ons cake geven. Mijn dochters haar verjaardag is volledig kapot gemaakt. Nee, je krijgt geen refund. Nope. Oké, maar we moeten dus eventjes kijken waar we een fotopas kunnen krijgen. Waar moeten we heen voor een fotopas? Ik wil Freddy redden. Hey, dit lijkt op het klassieke podium van de allereerste Five Nights at Freddy's. Oké, requires Freddy om deze deur te openen. Oké. Oh. Gaat in één keer de deur open en dan kunnen we hier onder crouchen. Ik denk dat we dan hier ergens de pas kunnen vinden als ik het goed heb. De Freddy fotopas. Oh, fotopas. Ik heb jullie nodig. Ik heb een fotopas. Ah, ik... Stinkboard. Ik schrok ervan. Volgens mij is er iets gebeurd met Chica. Ze volgens mij is in de war. Ben je weer geglitcht? One free fotopass. Oké, ik liep er blijkbaar dus de hele tijd langs. Hey, ik ben een pro-gamer. Ik kan het ook doen. Oké, laat dit openen. Oh, ik haat zulke dingen, maar we hebben de fotopas. Dus dat betekent dat we Freddy nu kunnen bevrijden. Now, please come let me out. Dat zal ik zeker weten doen, Freddy. Want jij bent mijn maatje voor het leven. Gebruik de fotopas om Freddy te bevrijden. Nou, Freddy, ik ga je redden. Freddy? Oh, Freddy staat daar gewoon al. Way to go, superstar. Sorry dat ik de deur dicht gooide. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. Oh. There is still time. Wij moeten zo zien weer in Freddy. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. Okay. It is the safest path. Okay. Is dat de veiligste pad? You better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Hey, how to use Freddy. Oké, we moeten gewoon erin gaan. Ik weet wel hoe dit werkt. Dit is gewoon easy peasy lemon squeezy. We gaan eventjes in zijn lichaam, wat eigenlijk best wel weird is. Ik ga naar de main lobby. Dat gaat zeker weten goed komen. Ik zag hier. Hier kunnen we dan doorheen. Kijk, de deur is geopend. Yo. Dit is zo dope. Dit ziet er zo goed uit. Het is sowieso leuk om als Freddy te spelen. Ah! Wat was dat? Bro! Ja, dat vertrouw ik niet. Dat vertrouw ik niet, bro. Hello, little boy. Vanessa? Say something. Oh, Vanessa is waarschijnlijk de security guy. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me.
She would never suspect. Ik wil bij je zijn! Freddy, however, laat me niet in de steek! We should still do our best to avoid her. Oké, okay, waarschijnlijk moeten we moeten deze kant allemaal op. Never get to the lobby before midnight. Oké. Okay, welke kant gaan we op? I feel you are broken. Ik voel dat je broken bent, yo. No, maak niet zorgen om mij. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. Oh. There's no time. I'm fine. Ga je me brengen voor, omdat je denkt aan mijn gezondheid, yo. Ik bestuur dit trouwens niet en we worden er gewoon uitgegooid. En de first aid. Oké, okay, laten we erin gaan. Laten we erin verstoppen. Oh. Oh. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Vanessa, well, you totally blew it tonight, you know. How your mom, your Tessa, system crashed and you ruined the show. Now parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Wat zit ze te zeuren, joh? Freddy is lief. I apologize. Hij biedt zelfs een excuus aan. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. Okay. Zij heeft het over mij. I already alerted the others. Now go back to your room. Ga terug naar je kamer. Laat me met rust. Oh god, ik dacht even dat ze mij zag. Oké, okay, nou laten we er maar weer uitgaan. She was after me. I said nothing. I will keep you safe. Oh. Let us go. Hij is zo aardig. Hij is zo aardig, Freddy. Waarom ben je zo aardig? Is Chica ook zo aardig? Want ik ben verliefd op haar. Waarom kijk je me niet aan? Hier, ik ga er wel in je. Maar ik zag wel dat bijna zijn batterij leeg was. Nou, laten we maar weer eventjes teruglopen dan maar. Kunnen we hier rechtdoor? Nee, zo te zien niet. Weet je wat? Dan gaan we de, we volgen het pad wel gewoon. Waar zijn we? We zijn onder de pizzaplex. We can go anywhere in the building? Correct. Fazerblast, Montegolf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but yours is a special situation. Wij zijn een speciale situatie, omdat niemand hier mag zijn. Low power? Oh nee. Oh nee, rennen. Wat zag ik hier trouwens? Wat zijn dit? Ik hoop dat ik een pro-gamer ben. Low power nog steeds. I know, niet zo zeuren, joh. Niet zo zeuren. Straks komt Vanessa en die gaat ons shanken. Oh, en we zijn eruit gevallen. Waarschijnlijk is Freddy leeg, of niet? Freddy out of power. Als Freddy geen power meer heeft, dan kan hij je gewoon niet meer helpen tot de volgende uur. Goed om te weten. En we kunnen hier weer opslaan. Oh. Sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. Oké, okay, ik ga zonder je. I will guide you on your fast watch in case lief. You get into any trouble. Hoe kun je hem nou haten? Doei, Freddy. Oh, waar ga je heen? Hey, tot ziens, Freddy. Ik hou van je. Get out, find the lobby. Oh god, ik schrok me weer kapot van dat. Wat is dat? Oké, okay, maar we kunnen hier opslaan. Ik zie hier weer een tasje, oké? Okay? We gaan gewoon alles proberen te looten. Kunnen we craften? I don't know, wat hebben we geunlocked? Alle voedselmaterialen moeten zo veilig mogelijk worden gestoord. Ja, want Chica is blijkbaar betrapt. Betrapt op het eten van keukenafval. Oh, Chica. Hoe durf je, Chica? Oké, okay, maar waar moeten we dan nu heen? Kunnen we... Wat hoor ik? It's Chica! Chica! Yo! Distract her with something. Oké, okay, we moeten haar afleiden. We kunnen zo te zien wat gooien. We moeten wat pakken om te gooien. Maar wat hebben we nodig? Ligt hier wat? Kunnen we hier wat vinden om te gooien? Wacht, misschien kunnen we dit omgooien. Oh ja, dat kan. We kunnen deze verfblikken omgooien. Oké. Okay. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk nu hierin kunnen verstoppen. Hoop ik. Want Chica zagen we daarnet. Oké, okay, Chica. Hey, Chica. Chica, ik hou van je, Chica. Ik hou van je. Nou... Ik hou van deze 3D-stijl, want dit laat me een beetje denken aan Poppy Playtime en natuurlijk Benny in de Ink Machine. Oké, okay, we kunnen rennen. Dat wist ik al. Is hier een tasje die we kunnen vinden? Hallo? Het lijkt erop van niet. Oeh, we kunnen twee kanten op. Ik zie hier een deur en ik zie hier een opening. Laten we eerst even naar die deur lopen. Ik hoor weer geluiden trouwens. Hallo? Zit hier iemand achter? Ik dacht, misschien zit Foxy hierachter. Het lijkt erop dat hier niet veel te vinden is. Dus ik ga eventjes teruglopen. Want ik wil namelijk wel even weten wat we hier kunnen vinden. Letterlijk helemaal niks. Oh, we kwamen letterlijk hieruit, of niet? Ja. Oh, Chica. Ik ga even opslaan. Waarom is hier een safe? Dit vertrouw ik niet. Oeh, we zien hier een lift. Is dit een lift?
Is dit een lift? Zo te zien niet. Ik zie ook hier trouwens borden. Waarschijnlijk mag een van de poppen daar dan niet komen. Wat? Monty! Nee! Wat? Hallo Monty? How you doing? Oké, wegwezen! Oké, doorlopen. Waarom moest ik nou weer kijken? Oh, Roxy is daar ook! Oh nee, mijn ren is op. Ik weet niet welke kant. Oh my god, Chica is daar ook! Ah! Nee! Oh nee, game over, nu al! Letterlijk iedereen zit achter me aan! Ren! Oh nee, laat me rusten, Chica! Oké, we gaan naar boven. Zitten ze nog steeds achter me? Oké, ze zitten allemaal achter me aan. Ze zitten fucking allemaal achter me aan! Yo! Well done, Gregory. Yo, we zijn net zo... Yo, dit lijkt op van de allereerste game! You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. Oh my god! As long as the doors stay closed, which they will, as long as there is ample power. Weet je wat? The power's only at 50%. Oh, de power is ook zien bijna op. How am I gonna get out of here? Oh, kom hier uit! You should see an interface on the security desk. The interface should be okay. While I make it accessible to you. There, you can now activate security protocols. Oh, dankjewel. Oké, we kunnen hier op het knop. We gaan hier op het knopje klikken. Oh, waarschijnlijk. Oké, wat moeten we doen? We moeten weer op top klikken. Oh, we zien hier camera's. Daar zie ik zo te zien Chica. Oh my god, moeten we echt overal kijken? Oh, kijk wie we daar hebben. Oh nee. Oké, kunnen we hier gewoon niet? Find a safe place. Oké, we weten dat Chica hier ergens is. Dus ik ga wel even opslaan natuurlijk. Ik ga gewoon voor alles opslaan. Want ik vertrouw dit voor gemeten. Oké. Oh god, Chica heeft ons gezien. Kunnen we echt verstoppen? Please. Chica, laat me met rust, Chica. Ik ga gewoon door. Oké, we zijn gelukkig hier weer. Oh, het gebouw gaat sluiten. Oké, laten we snel naar de uit. Nee, please. Ik ben hier nog. Nee. Now what am I supposed to do? Oh shit, we zitten vast. Gregory, you missed your chance. But there is still hope. You should be. Wat is dat dan? When the security doors reopen at 6 a.m. Oh, fuck. Until then. Oké, de deuren van de security gaan pas om 6 uur weer open. De Five Nights at Freddy's is begonnen. Oké, dat vind ik wel lief. Laten we kijken waar we naartoe kunnen. Yo, wat zijn dit voor dingen, ouwe? Hallo? These turnstiles require a complimentary Pizzaplex entry pass. There should be one located near the main entrance. Oké, we hebben een kaartje nodig. Oké, waar gaan we het kaartje vinden? Misschien kunnen we hier even jatten. Ik zie daar een cadeautje. Laten we hier snel naartoe gaan en we gaan dit eventjes openen. Oh, oké, we hebben onze ingangprijs. Oké, ik vertrouw deze robots niet. Nope. En ik zag dat we hier kunnen opslaan. Waarom is dit pittig? Hallo? Ah! Oké, hij doet niks. Oh my god. Maar we hebben de ingang. Oké, we zijn binnen. Oh nee, we zien daar Chica. En zo'n robot. Oké, laat me met rust, robot. Laat me met rust. Not allow you to enter the pizzeria. You can find an upgrade machine in customer service. Oké, ik moet een upgrade service. Oké, we moeten de customer service vinden. Hallo, ATM, kan ik geld pinnen? Kan ik merch kopen voor Five Nights at Freddy's? Oh nee, dan loopt Chica gewoon naar boven. Chica, what the hell? Oké. We moeten naar de customer service. Maar het probleem is, ik ken deze hele map niet. Dus ik weet niet waar ik naartoe moet. Oh, customer service. Hoe komen we daar? Top dit! Hoe kom ik daar? Hallo? Oh, we kunnen hierin verstoppen. Hey Chica, je bent leuk. Oh god, ik wil zeggen dat je lelijk bent. Waar is Chica? Ah! Ze kan teleporteren! Oh, mijn stem. Ze kan teleporteren? No way. Oh nee, daar is zo'n security guy. Ze kan teleporteren? Wat? Ja, oh nee, dit gaat zo niet leuk worden. Oh, Chica, ik was verliefd op je. Oh, we zijn in de keuken, mag ik koffie? Oh, ik voel steek in mijn zij nu, omdat ik schrok. Oh boy.
Daar zijn we dan. Ik ga gewoon hier even stoppen. Dit is het veiligste wat ik kan doen nu, oké? Oké, waar is Chica at the moment? Ik hoorde... Oh, daar loopt ze. Niet teleporteren. Oké, we kunnen hier upgraden. Oké, we hebben... Need my pass. Hey, onze pas is opgegeten door deze stinkmachine. Try Glamrock gifts. They have lots of trinkets, knickknacks and doodads. Oké, hack de upgrade machine. Oké. Ik zie hier weer een tasje. Yo, wacht. Ik zie hier één stick. Wat staat hier? Vestpad? Geen flauw idee wat dat is. Maar oké, laten we dit ook eventjes openen. Zeg dat er wat leuks in zit. Geef me een cadeautje. We krijgen weer gezeik van een klant. Oh. Je moet Dave ontslaan. Hij zuigt. Oké. Kunnen we deze deur gewoon openen? Oeh, maar dat betekent dat Chica hier kan komen. Oh god. Ik weet niet wat jij bent, maar ik vertrouw je voor geen... Staff only. Chica, nee! Oké, maar het probleem is, Chica kan dus teleporteren. Oké, laten we snel verstoppen hierin. We gaan hier weer in verstoppen, die Chica. Shut up! Hallo? Why? Hoe had je me gezien, Chica? Heb je nooit een 25-jarige man in een kinderzitje gezien? We weten nu wat we moeten doen. Oh god, daar is weer zo'n security guy. Chica loopt naar boven. Wij moeten zo te zien naar Glamrock Gifts. En we zijn erachter gekomen. Chica kan teleporteren. Like, what the hell, Chica? Hoe komen we hier binnen? Is er ergens een knop? Oké, ik denk dat we dan hier de rechterkant op moeten. Net waar Chica heen loopt. Top! Blijf staan daar, Chica! Blijf staan! Oké, ze komt rennen! Ze rent! Dan gaan we hier even stoppen! Oké, ze is langs me gelopen. Holy fuck! Ik weet niet waar ze is. Maar ik denk dat we deze deur kunnen openen. Hoop ik. En jou, oh god, hier is ook zo'n security guy. Kunnen we hier niet snel langs glippen? Oké, waar loopt hij langs? We gaan zijn route even bekijken. Oké, nu gaan we hier langs namelijk. Dus I know that he off-limit is. Dat zeg je al continu. Zeg je al continu, dametje. Oké, we zijn weer even hierin verstopt hoor. Oh god, daar is hij weer. Gelukkig kan die lul mij niet zien, hoop ik. Free mystery prize. Yo, ik wil weten wat erin zit. Laat het even openen, joh. Hey, Mr. Hippo magneet. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Lame. I am sorry, Gregory. Zij biedt zelfs excuses aan. Truly sorry. Oké, maar waarschijnlijk. Hou je mond, joh, Chica. Waarschijnlijk kunnen we nu verder. We kunnen namelijk deze deur openen. En dan gaan we super snel naar de andere kant lopen. Go. Ga weg! Stop onder. I know, Chica. Kap met continu mij aan te spreken. Oké, we gaan de hippo-magneet gebruiken. Yes! The magnet scrambled the machine! We hebben nu een daycare pass? Now it's some kind of daycare pass? Lame! That is great news. I will meet you in the daycare. Oh, we moeten naar de daycare? On the second floor balcony. Oh, we moeten onze passen gebruiken om naar de daycare te komen, maar die is daarboven. Kunnen we gewoon niet hier langs? Zullen we gewoon hier langs gaan? Daar voel ik me enigszins veilig bij. Zodat Chica me niet random gaat shanken. Kunnen we hierin? Oh god, waarom deed ik dat? Waarom deed ik dat? Nu komt Chica daarop af. Nee, waarom ben ik zo dom? Ik hoor hem nu. Waarom ben ik zo... Oh god. Kunnen we kijken? Oh god, hij... Oké, Chica is aan het kijken. Dan kunnen we super snel wegvluchten. Want hier is namelijk de daycare. Oké, we doen de deur open. Yo, dit ziet er mooi uit. Dit laat me een beetje denken aan zo'n Las Vegas hotel. Oh, we hebben verschillende soorten kamers. Hallo. Alles goed? Waar ben je? Nou, Chica, laat me met rust, oké? Ik wil je niet meer spreken, want je bent walgelijk. Hier is weer een tas. Waarschijnlijk weer over een verhaaltje over Dave. En kaboom. Mijn zoon had nooit slaapproblemen, maar na het spenderen in een avond bij de daycare, hij vertikt het om te slapen met de lichten uit. Hij huilt en hij huilt. Dus ik hou voortaan het licht aan. Hij plast in bed. Wat? Hey, Chica. Hey.
Oké, maar we hebben nu een... Oeh, we kunnen hier weer opslaan. Maar we hebben dus nu een nieuwe pas. Dus dat betekent dat we nu iets hebben vrijgespeeld. Huh? Wat hebben we vrijgespeeld? De daycare! Pizza, pizza! Ik hou van pizza! I am unable to reach you. Check the daycare security desk for a security badge. Then let me in. Kunnen we hier gewoon naar binnen? Open! Oh, we moeten naar beneden glijden! Yo, glijd naar beneden voor plezier. Oh god. Ja, natuurlijk glijd ik naar beneden voor plezier. In de ballenbak! Yeah, want Gregory houdt van bal. Oh nee. Niet San. Oh nee, niet San. Oh nee. Oh nee, hij zit nu bij de ballen. Blijf van mijn ballen af. Hallo, new friend. You're sure I'm late? Are we having a slumber party? Nee, we hebben geen slaapfeestje. Mijn vrienden zijn dood. Ik wil geen tekenen. Make a distraction for fun. Oké. Yo, ga je nou de hele tijd voor mijn gezicht staan? Oh my god. Laat me met rust. Laat me met rust. Nee, ik heb geen plezier, want ik vind je eng. Maar we moeten dus hem afleiden. Oh, we hebben hem afgeleid. Oké, wegrennen hier. Wegrennen. Ik wil niks met Sun te maken hebben. Ik volg nu trouwens random een draadje. Kunnen we stroom uitdoen? Oké. Waarschijnlijk moeten we daar een keertje het stroom aandoen dan. Oké, we laten weer naar beneden glijden. Oh! Yeah! Yeah! Ik hou van glijbaren! Yeah! Oké, we hebben... Ah! Nee! Come on! Ga je me nou de hele tijd afleiden? Hij brengt me terug. Hij brengt me terug. Bro! Bro, waarom breng je me terug? Nu moet ik je letterlijk weer afleiden. Oh, kunnen we dit openen? Nee. Oké. Volgens mij hebben we een security badge opgepakt. Yo, dit komt goed uit. Oh, het stroom is uitgevallen. Nee! Lights on! Lights on! Nee, het licht wordt aan! Het licht wordt aan! I know, je waarschuwde me! Wat doet hij? Bro! Bro, joh! Naughty boy! Oh, hij is nu moe geworden! Nee! It's past your bedtime. You must be punished. Ik moet niet. Ik moet niet gestraft worden. Nee! Oké, wegrennen. Oké, we hebben iets gepakt. I don't know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and okay, ik moet een backup. Dat was in de glijbaan. Ik kwam er net random langs. Oké, we hebben een zaklamp nodig. Oké, we weten waar we naartoe moesten. We moeten hier namelijk naar boven. Ik ging ergens naar boven. Volgens mij ging ik hier langs. Want hier... Of niet? Of... Oh jawel, hier konden we langs. Laten we dat gewoon even... Waar ging ik langs? Ging ik hier langs? Oh, ik ging hier naar boven. Ik ging hier naar boven. Ik weet wat ik doe. Ik ben een goede gamer. Oh! 1 van de 5! Fuck off! Zou je alsjeblieft mij met rust willen laten? Ja, vlieg daar maar even naartoe. Hij vliegt gewoon door een gebouw heen. Oké, maakt niet uit, Moon. Maakt niet uit, maar we moeten dus de bovenkant nu in de gaten houden. Oh god. I know dat ik moet verstoppen. I know. Ik weet toch niet waar al die stingdingen zijn. Oké. 2 van de 3. Oké, laten we dit draadje dan ook maar zoeken. Laten we dit draadje ook maar volgen. Misschien komt dit uit ook bij een andere generator. Oh, shit. Hoe komen we daar? En die stinkmoon zit nog steeds achter ons. Oh. En we hebben ook nog Moon die achter ons aan zit. Oké, 3 van de 5. Nog 2 te gaan. Knock, knock. Oh, god. Ah! Motherfucker! Wacht even, die gast is geglitst! Yes! Oké, daar ben ik blij mee. Dus dat betekent dat we een soort van vrij spel hebben, maar ik moet niet te hard juichen. Voor je het weet worden we gekild. Voor je het weet worden we gekild, en dat willen we ook niet. Ik ga hier naar beneden. Misschien kunnen we hier wat vinden, maar ik denk het zelf niet. En dan gaan we hier weer naar boven. We moeten echt goed op ons gevoel afgaan. Yo, 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 ik heb ze allemaal. Ik heb ze allemaal. Let there be light. Yo, I did it. Meet Freddy outside the daycare. We did it. Oh my god. Yes.
Oké, waar is die lullo? Waar is die lullo? Hé, waar ben je vriend? Maatje? Oké, nu kunnen we daten. Wij zijn verbannen van de deken! Wat de hel? Ik heb hier mijn best gedaan, oké? Ik kom terug. Ik kom terug. Gregory, jump in. Jump in, Chica's daar weer! Oké, snel in, snel in, snel in! Go upstairs. Oké, ze hebben niks door. Oké, laten we naar boven gaan. Oh, Roxy is hier ook, joh. Oké, laten we eventjes uitvallen. Wat? Jongens, ik kan maar één ding zeggen. Wordt vervolgd.